Hallo allemaal. In deze laatste video voor hoofdstuk 8 en ook boek 2 natuurlijk, gaan we het hebben over de afstand tussen twee kruisende lijnen. Er zijn natuurlijk wat andere situaties te bedenken met punten, lijnen, vlakken die niet in paragraaf 4 zijn beschreven. Daar hebben we het over in de online lessen. Stel daar zeker ook vragen over, want het zijn wat speciale situaties waarin we het of heel makkelijk hebben of eigenlijk weer terugkomen bij de manieren die we in paragraaf 4 besproken hebben. Bij twee kruisende lijnen moet je een situatie voorstellen die ik hier heb getekend. Ik hoop dat je het een beetje kan zien, die diepte erin. Dus de twee lijnen gaan niet door elkaar heen. Ze gaan, zeg maar, boven, de een gaat boven de ander langs. En als je dan wil weten wat de afstand is tussen die twee kruisende lijnen, dan wil je dus de kortste afstand weten natuurlijk weer. Dus wat je gaat doen, de methode, is als volgt. Je gaat van één van de twee lijnen, ik heb hem hier even lijn M genoemd, daar ga je een vlak doorheen maken dat evenwijdig is met lijn L. Dus wat je gaat gebruiken is natuurlijk eigenlijk de richting van lijn L, dus de richtingsvector ook, en de richtingsvector van M om dat vlak V te maken. Dus dat vlak V dat ligt dus in het vlak waar lijn M in ligt. En L-accent is, zeg maar, de schaduw, de verticale schaduw van L op dat vlak. Nou, als je dan de afstand tussen die twee lijnen wil weten, dan is het dus eigenlijk, tussen lijn L en lijn M hier, dat is dus eigenlijk ook hetzelfde als de afstand tussen een punt op de lijn P, een punt P op de lijn L en een punt in dat vlak ergens. Hier, een van de willekeurige punten, Q. Dus zodra ik die lijn L heb en dat vlak V, kan ik in feite die afstand bepalen door een willekeurig punt op lijn L te nemen en dan naar dat vlak toe te gaan. Nou, we gaan even kijken hoe dat eruit ziet met deze twee lijnen die we al eerder hebben gezien. Lijn L 020 plus lambda keer 0 min 24 en lijn M 14,0 plus mu keer 1,2,2. Nou, de eerste stap die we gaan doen is dus de vergelijking voor vlak V opstellen. Dat doen we natuurlijk met behulp van de normaalvector. En de normaalvector van dit vlak kregen we door het uitproduct te nemen van twee richtingsvectoren. Dus de richtingsvector van M en de richtingsvector van L accent. En die is natuurlijk hetzelfde als L, want die twee lijnen zijn evenwijdig. Dus de normaalvector van V is de richtingsvector van L uitproduct richtingsvector van M. Daar hebben ze hier allebei staan. Dus we hebben het uitproduct van 0, min 2, 4 en 1, 2, 2. En je weet hoe het ging, hè? Twee van die rijtjes. 0, min 2, 4, min 2, 4, 2, 2 en 1, 2, 2. Die eerste en de laatste niet. Dieke die, dus min 4, min 8, min 12. 4, min 0, dat is 4, 0. Min, min 2, dat is plus 2. Dus dit is hem. Dan kun je hem iets vereenvoudigen, want het gaat alleen maar over richting natuurlijk. Dus je kunt alles door 2 delen. Dus dan komt hij overeen met min 6, 2, 1. Dat is dus een normaal vector van, kijken, min 6, 2, 1. De normaal vector van vlak V. Dat betekent dat de vergelijking van vlak V als volgt is min 6x plus 2y plus 1z is een of ander getal. En welk getal? Ja, dat kunnen we uitvinden door een punt te nemen in dat vlak V en dan hierin te vullen. Dan weten we van vlak V, daar ligt de lijn M in. En lijn M, daar hebben we een punt van, namelijk het punt 14,0. Dus gebruik dat punt, vul het hierin, dus voor x 4. Voor i 10 en voor z 0, nou dat is lekker makkelijk. Min 6 keer 4 is min 24. Plus 20 is min 4. Ja? Gewoon door een punt te pakken dat in dat vlak ligt. En een punt op lijn M is dan het makkelijkste. Dat punt. Nou, we hebben een beginnetje. Dit even niet meer nodig. Want wat we nu moeten gaan doen, is natuurlijk kijken waar deze lijn, hè, welke afstand deze lijn heeft tot dit vlak. En dan hebben we dus een punt nodig op lijn L. Nou ja, wat is dan een punt op lijn L? Natuurlijk ook weer het steunpunt, zeg maar. Dus 0, 2, 0. Dus je gaat kijken wat de afstand is van dit punt tot dit vlak. Dus waar het op neerkomt is de afstand van lijn L tot lijn N is de afstand van dat punt P tot het vlak V.
En daar hebben we natuurlijk eerder wat voor gezien. Ja? Dus je weet nog in de, kijk wat was dat, in paragraaf 4 theorie, even bladeren, theorie B natuurlijk, hebben we die afstandsformule gezien voor een punt op een vlak. Nou, en we hebben nu dit punt, we hebben dit vlak, dus we kunnen die afstand gaan bepalen. Dus deze formule is nu, nou je weet het nog, hopelijk, ik zal het even algemeen opschrijven. Deze formule, je herkent hem hopelijk. De A, B en C zijn deze min 6, 2 en plus 1 van het vlak. De min D is dus min 4. Oh, min D. En XP, IP en ZP, ja, dat zijn de coördinaten van dit punt, 0, 2, 0. Dus dat is lekker makkelijk, veel nullen. Dus wat houden we over? Nou, we krijgen dus min 6 keer 0 plus 2 keer 2 plus 1 keer 0 min 4. En dat gaan we delen door de wortel van min 6 kwadraat, 2 kwadraat en 1 kwadraat. Oftewel, wat hebben we hier staan? 4 min plus 8. Dus 8 gedeeld door 36, 4 en 1, dat is wortel 41. Nou, dat zou je kunnen afronden op een kommagetal en dan is het, even kijken, spiegel op mijn blaadje, dat is dan ongeveer 1,25. Eigenlijk niet zo interessant. Het goede antwoord staat er. Dus dit is de methode. Ja? We hebben nu dus drie verschillende manieren gezien in paragraaf 4 om afstand te bepalen. Een punt op de lijn, een punt op de vlak en twee lijnen tot elkaar. Twee kruisende lijnen uiteraard. De snijende lijn is natuurlijk flauw, die heeft een afstand 0. En in gevallen van evenwijdigheid kom je al heel snel bij een van die andere manieren uit. Ik hoop dat dit gaat helpen. Je hebt een flinke set opgaven te maken. 5 opgaven zitten daar bovenaan. Dus je zal er wel eventjes mee bezig zijn. Stel zeker vragen in de online les en dan zie ik jullie dan. Ja, dag.